Welkom bij het Dramalokaal, het theaterprogramma van het Stedencollege Eindhoven. In een korte serie kijken we naar de scènes van de voorstelling Jong. Naast mij zit Catharina, die zometeen de scène Omgeruild gaat spelen. Wat is zo bijzonder aan jouw scène? Het is een monoloog, dus dat betekent dat ik het helemaal in mijn uppie moet gaan spelen. Nou, laten we gaan kijken. Ik ben omgeruild in het ziekenhuis. Maar mijn ouders weten het niet. Nee. Maar ik weet het zeker. Dit is mijn leven niet. Dit is het leven van iemand heel anders. Ik lijk op niemand. Je thuis zijn ze ook heel anders. Ze houden van chips en roomijs. En ik hou van mosterd en oude kaas, snap je? Heel anders. Maar je merkt het aan meer dingen. Hier thuis huilen ze heel snel. En ik al nooit. Ik ben goed in allerlei sporten, maar thuis sport niemand. Ik weet niet of ik het ze moet vertellen. Ik zou ze verschrikkelijk veel verdriet doen. Dus doe ik of ik ook zomaar ben. Zoals zij. Ik eet heel veel chips. En als ik hoor dat ze allemaal zitten huilen bij een film, dan leg ik snel ook mijn hand voor mijn ogen. En dan hoop ik maar dat ze niks zullen merken. Dat hoop ik dan maar. Zometeen kijken we naar de scène Thuis 2, waarin Thijs, Mees, Amy en Nicky spelen, maar Nicky is er eventjes niet bij. Zeg, is Nicky zich aan het omkleden? Ja. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja, heel veel. Nou, ben benieuwd. Maas kan zo ontzettend mooi tekenen. Ik weet niet van wie hij het heeft. Voor mij in ieder geval niet. Moet je eens kijken wat hij vorige week heeft gemaakt. Het is een stil leven. Het verveelde me. Ja, logisch. Ben is niet zo creatief. Maar hij is ontzettend snel met rekenen. Hè, Peer? Hij is al in 12. Terwijl de rest van zijn klas pas in 7 is. Ik ben ook in 12. Ja, weet ik. Ik ben zo benieuwd wat ze later worden. Jij? Je moet het dat niet te hoog leggen, hè? Doe ik ook niet, maar ze zijn al zo getalenteerd. Peer is ook zo bijzonder. Iedereen is bijzonder natuurlijk. Maar toch, Peer is wel heel bijzonder. Verzonnen. Ja, ik ook. Maas had mij ook altijd in de keuken. Heines, olijven, garnalen, oesters. En witlof. Echt waar? Oh, Peer niet. Peer is echt geen makkelijke eter. Alleen macaroni eigenlijk. Mijn moeder kookt smerig. Ja, weet ik. Wat vervelend voor je. Ja, dan doe je zo je best. Ik heb daar een boek over. Wil je delen? Wat fijn. Heerlijk zo even bijkletsen met een vriendin terwijl de kinderen zich vermaken. Nou, Peer. Maas? Ik kan dus niet aan, de flex niet over je en ze doet te veel haar best. Dan moet je van ons bekomen.